Wat zo'n Gesthuizen? 1-7. De mandjes waren op bij Telstra. Ja, dat is wel eens anders geweest. Ja, misschien een beetje een geflatteerde uitslag. Want iedere bal bij ons op goal ging er wel in. Maar zeker geen onverdiende uitslag, denk ik. Dus een wedstrijd waarin we eigenlijk heel lang de controle hebben gehad. Rens van Heijden, captain. Na de 1-7 overwinning bij Telstar, waar kwam dit vandaan? Ja, weet ik ook niet. Dat is denk ik lang geleden. Net ook in de kleedkamer gezegd. We hebben twee moeizame wedstrijden achter de rug tegen de twee koplopers. En dan is het denk ik gewoon heel knap om je rug te rechten. En zeker ook de manier waarop. Ja, echt ook helemaal niets weggegeven vanavond. Ja, 1 doelpunt. Maar dat hebben we ook weer zelf gedaan. Want we vonden ook het eerste schot op goal ging erin. Fout van ons in de opbouw. En daarna hebben we denk ik wel het geluk. Nou, geluk is misschien niet helemaal een goede woord. Scoren we 2 doelpunten snel achter elkaar. En dat beslist denk ik wel deze wedstrijd. Maar vooral in balbezit vanavond was zo'n verschil met de afgelopen weken. Ja, zeker. Klopt. Dat vonden wij ook. Voor het eerst dit seizoen dat je echt rustig op de bank hebt gezeten. En dat je voelt dat je controle hebt over deze wedstrijd. En die controle die voel je als je dus veel en lang de bal houdt. Dat heeft ook met een tegenstander te maken. Zij spelen natuurlijk in een systeem waarbij ze maar met 2 spitsen spelen. Dus je hebt constant wel de backs elke keer vrij. Nou, als je die kunt bereiken, ja, dan moeten hun gaan lopen. En dan kun je wat langer de bal houden. Dus uiteindelijk hebben we dat goed gedaan. En zeker in vergelijking met vorige week. Ja, voelt u het aankomen? Want ik zelf eigenlijk niet hoor. Ik had niet verwacht dat jullie hier ruim zouden gaan winnen vanavond. Nee, ik ook niet. Mooi sport dan, voetbal? Nee, ja, het kan alle kanten op gaan. Kijk, we moeten ook niet heel euforisch worden. Alleen, we hebben het vandaag gewoon heel goed uitgevoerd. Waarin we vorige week en die week ervoor zeiden van... je speelt tegen de koploper, zij zijn een maatje te ver. Ja, vind ik ook dat we zelf angstig hebben gespeeld. En vandaag, misschien mede door de stand waar we vrij... mensen bewogen, willen bal hebben. En zeker ook als 4-1 staat, dan is het wel lekker voetballen. Ja. Wat mij opviel was vanavond ook de flair en het zelfvertrouwen waar spelers mee stonden. Dat vind ik toch echt knap na de afgelopen weken. Ja, maar daarin doet denk ik scoren voorlopig wel iets. 1-0 voor, dat geeft wel vertrouwen. Terwijl na de afgelopen weken toch, ja, ik zal niet zeggen dat het vertrouwen weg is. Hè. Die jongens hebben heus nog wel vertrouwen. Maar je hebt toch een tikje gehad, wel tegen 2 hele goede ploegen. Ja, uiteindelijk kom je met 1-0 voor, dat doet wel iets met het vertrouwen. Maar het is wel knap dat ze na die 1-1... ook hetzelfde bleven doen. En dan is het natuurlijk wel even lekker meegenomen dat je in een korte tijd, ik weet niet hoeveel minuten het was, 2 goals maakt. Dan is het 3-1, uiteindelijk 1-4 met rust. Ja, die mag je niet meer weggeven. Ja, van natuurlijk, je speelt tegen de koplopers, maar in balbezit was het zo matig de afgelopen 2 weken. En vanavond gewoon ontzettend leuk om naar te kijken. Ja, nee, dat is helemaal mee eens. Dat is ook wat ik net zei. We hebben daarin zelf gewoon te weinig gebracht. En los van het feit dat zij beter waren, hebben we dat zeker zelf ook nagelaten. En je ziet vandaag iets meer vrijheid, beter ten opzichte van elkaar. En dan zie je dat we met deze jonge ploeg tot mooie dingen in staat zijn. Nee, ook geen enkele seconde meer in gevaar gekomen. En hoe lekker is het dan om als trainerstaf om ook nog jonge jongens gewoon minuten te kunnen laten maken? Ja, dat is sowieso lekker. Als je kijkt naar Anthony Moussaba, was in de warming-up, had hij al wat klachtjes. Dus was hij twijfelachtig of hij kon spelen. Nou, die kan je bij zo'n stand er dan wel uithalen. En uiteindelijk kijk je ook naar Dirk, voor de eerste keer 80 minuten gespeeld. Ja, dan moet je ook een beetje voorzichtig mee zijn. Dan kun je jonge jongens erin brengen. En uiteindelijk hartstikke mooi dat bijvoorbeeld een Ayman nog een assist heeft. Met een eigen goal van hun en een goal maakt. Dus dat is hartstikke mooi. Dus in alle opzichten een hartstikke mooie avond. Ja, het is toch gek dat Telstra hoger stond dan jullie tot vanavond naartoe? Ja, als je het vandaag bekijkt wel. Alleen uiteindelijk sta je uiteindelijk ook waar je staat. En daarin moeten we ook gewoon naar onszelf kijken. Hebben we het gewoon te vaak laten liggen. En daarom is het fijn wat je vaak zegt van het zit erin. En het is aan ons om dat te vaker uit te laten komen. Ja, zeker ook van Proper. Hij had het best moeilijk, hè, de wedstrijd dat hij speelde. Hij is jong, hij is licht. Maar vanavond echt mooie dingen laten zien. Ja, hij is jong, hij is inderdaad licht. Hij is wel technisch vaardig. Op het middenveld was heel veel 1-1, heel veel duelleren voor hem. Nou, dan komt hij niet in zijn kracht. Maar je ziet al aan een aantal momenten dat hij heel vaardig is aan de bal. En dat hij gewoon wel lekker en goed meevoetbalt. Dus dat is prima en goed dat hij deze minuten weer in de benen heeft. Wat is het gevoel van in de ploeg? Zo van, waar gaan jullie eindigen dit jaar? We hebben ons gewoon intern gewoon doelen gesteld en die houden we ook intern, dus dat gaan we verder ook niet delen. Maar laat vooropstellen dat we er niet vanuit gaan dat we eindigen op de positie waar we vandaag stonden, of in ieder geval vanochtend. Dus we leggen de lat voor onszelf hoog en je hebt vandaag gezien waar we toe in staat zijn. En nogmaals, het is aan ons om dat vaak te tonen en dan zullen we ook stijgen op de ranglijst. Maar dan is het wel lekker dat je het gevoel hebt, we kunnen wel echt ontzettend leuk voetballen.
Ja, alleen je moet het dagelijks laten zien. En dat is ook hetgeen wat bij ons ligt. En dat, vandaag is het Osana. En, het is leuk om een keer 7-1 te winnen. Dat is voor mij heel lang geleden. Alleen neem niet weg dat het vandaag gewoon prima is. En het is ook heel simpel. Volgende week moet je er weer staan, anders hebben we er ook helemaal niks aan. Ja, dan is het echt wel een beetje licht aan het einde van de tunnel. Hè, vanavond. Zo voelt het bij mij in ieder geval wel. Ja, was dat licht bij jullie niet? Nou, ik ben altijd de positieve, beetje de blije eikel van bij ons bij de commentatoren. Ik had het toch wel moeilijk. Ja, weet je, het seizoen lijkt een beetje als een nachtkaars uit te doven na vorige week. Nou ja, daar hebben wij wel voor gewaakt. We hebben ook vandaag wel benoemd. Kijk, het is hartstikke makkelijk om te zeggen, ja, deze moeten we winnen. Ja, maar hoe? Hè? Dus dat blijkt altijd, je moet wel een plan hebben. Uiteindelijk hebben we wel ook even de bespreking de stand laten zien. En dat dit in die zin niet een cruciale wedstrijd is, want daarvoor is het seizoen nog te lang. Maar wel een hele belangrijke als je kijkt naar het aanhaken bij die bovenste. En uiteindelijk, ja, hetgene wat we getraind hebben, het plan wat we hadden, is wel redelijk uitgekomen. En dat moet ook een beetje meezitten. Maar dan is deze wel heel lekker om in de tas mee te nemen voor de komende weken. Nou ja, zeker in alle opzichten. Je gaat hun voorbij, je doet goede zaken wat hoger op de stand. Het doelsaldo heeft een boost gekregen, het vertrouwen zal een boost hebben gekregen. Nou, we hebben gewoon een hele goede wedstrijd gespeeld. Lekker weekend in. Dankjewel. Tot volgende week. Ja.